Dat eerste verhaal doen is al ongelooflijk belangrijk. Dus op het moment dat je het verhaal kwijt bent, dan gaat er al wat lading af. Als je lang wacht en je slikt het allemaal in en het gaat vastzitten, dan komen er op een gegeven moment andere klachten uit. Slecht eten, maagpijn, hoofdpijn. Het zijn allemaal lijfelijke klachten die je kan krijgen als je iets emotioneel niet opruimt.